Hallo. We zijn weer te gast bij een bekende Gouden Eeuwer. En deze week zijn we bij niemand minder dan de beroemde dichter Jacob Cats. Hallo. Wat bent u aan het doen, meneer Cats? Oh, ik ben een gedicht voor de jeugd aan het schrijven. Een opvoedkundig, bedweterig, bemoeierig gedicht voor de jeugd. En waarom? Oh, omdat ik altijd opvoedkundige, bedweterige, bemoeierige gedichten voor de jeugd schrijf. En waar gaat het deze keer over? Gewoon over hygiëne, over wassen en poetsen. Lees voor. Wast uw handen, wast uw tanden dikwijls, want het is goed. Toch wast zelden uw voet. Doch wat immer u geschiet, wast uw hoofd zijn leven niet. Mooi, hè? Wat zegt u nu? Mag je je hoofd niet wassen? Nee, dat zeggen de doktoren. Hè? Je moet nooit je hoofd wassen. Want dan loopt het water via je oren je hersens in en dan begint de boel daar te verweken. Ja, dat zeggen ze. En de voeten? Wat? Doch wast zelden uw voet. Je moet zo min mogelijk je voeten wassen. Dat zeggen de artsen, dat zegt iedereen. Dus kinderen, was je voeten zo min mogelijk. Ja, ja. Kijk, ik was mijn voeten bijvoorbeeld nooit. Oh. Meneer Cats, trek die schoen weer aan. Oh, wat een lucht. Oh. Wil je nog een van mijn laatste spreuken horen? Nee, ik ben een beetje mis. Al draagt den aap een gouden ring, zo is het toch een lelijk ding. Heb ik ook geschreven.